cheesecake met notenbodem en blauwe bessen. Verwarm de oven voor op 175 graden. Maal 300 gram ongezouten amandelhazelnootmix met 150 gram honing, 1 theelepel bakpoeder, 1 theelepel kaneel en 1 theelepel zeezout in de kom van een keukenmachine tot een grofkorrelig deeg. Vet een kiesvorm in met 1 eetlepel arachideolie. Duw het deeg met vochtige handen in de vorm tot een mooie egale laag. Bak in ongeveer 15 minuten goudbruin in het midden van de oven. Duw de bodem met de bolle kant van een lepel nog een beetje aan op het moment dat de taartbodem uit de oven komt. Laat in 1 uur helemaal afkoelen. Doe 250 gram monchou, 2 eetlepels citroensap, 50 gram honing en 200 gram plantaardige variatie op yoghurt met een halve theelepel zeezout in een kom en meng met een staafmixer tot een egaal romig mengsel. Schep de vulling op de notenbodem. Laat minimaal 4 uur opstijven in de koelkast. Neem de cheesecake uit de koelkast en leg er 200 gram blauwe bessen op met de kruintjes naar boven. Zo maak je cheesecake met notenbodem en blauwe bessen.